Een van de grote verdedigers van de boeren die tegen het stikstofakkoord vechten, is Stefaan Sintobin van Vlaams Belang. De sluiting nu van de boerderij van de Paters van Averbode staat volgens hem symbool voor het falende Vlaamse beleid. En ondanks de belofte destijds van Gwendolyn Rutte dat de paters op hun beide oren mochten slapen. Welkom, meneer Sintobin van Vlaams Belang. Ja, u zet er meteen de beuk in natuurlijk. De abdij van Averbode, Ocharme, die paters die nu hun boerderij moeten sluiten. Wie had dat durven denken, hè? Ja, het zat eraan te komen natuurlijk, hè. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is ongeveer 14 dagen geleden dat dit bekend geraakt en het raakte mij wel. Ik werd er kwaad van, ik werd er eigenlijk woedend van. Ja, ik denk vele mensen die het gelezen hebben. Ja, ik denk ook in de publieke opinie dat mensen vol ongeloof waren die niet konden begrijpen dat een 900-jarig bedrijf, een melkveebedrijf, die 900 jaar bestaat, moest sluiten omwille van een stikstofdecreet die eigenlijk bijna in de prullenmand zou moeten terechtkomen. Ja, die nog ergens in de bomen hangt, zullen we maar zeggen, want niemand weet goed welke richting het zal uitgaan. Absoluut. Er is natuurlijk ook nog de procedure voor het grondwettelijk hof. Niemand weet wat de uitkomst daarvan zal zijn. Het is goed mogelijk dat dit vernietigd wordt en dan moeten we sowieso toch opnieuw van een wit blad vertrekken. Ja, maar misschien was één ding wel duidelijk voor de paters, voor zover ik het gelezen heb. Ze wisten ook, we moeten hier massaal gaan investeren of het gaat niet en dan is het einde verhaal natuurlijk. Dat klopt, maar ze hebben in 2015 nog een nieuwe vergunning gekregen. Ze hebben in 2016 3 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe stal. En natuurlijk, ze hebben dan ook gekeken wat ze moeten doen om in orde te zijn met het stikstofdecreet. Ja. En dan hebben ze beslist om ermee te stoppen. Want het was sowieso, zelfs met investering, waren ze nog niet zeker dat ze een vergunning zouden krijgen. Ja, want het cynische van heel het verhaal is nu blijkbaar, het gaat niet zozeer om uitstoot van het bedrijf zelf, maar wel het gevaar voor het beschermde natuurgebied dat daar rond ligt, wat dan eigenlijk staat op gronden die destijds van de paters van de abdij waren. Ja, absoluut. Het zijn de paters die dit natuurgebied, habitatgebied, hebben ontwikkeld eigenlijk. Zij hebben eigenlijk hun eigen graf gedolven bij manier van spreken. Ik denk, hadden ze het moeten weten op voorhand. Maar het is altijd zo in Vlaanderen, de landbouwbedrijven waren er eerst. En dan komt ernaast een natuurbedrijf. En ik heb de indruk dat de afgelopen jaren de slinger te veel naar natuur is geslagen, waardoor eigenlijk de landbouw onder druk komt te staan. Ik dacht dat de natuur er eerst was en dan nadien de natuur gekomen is. Ik bedoel de natuur en de combinatie met de aandacht voor de biodiversiteit. Ja. Natuur was er altijd natuurlijk. Ja. Maar ik bedoel de combinatie van de twee en het beschermen van een habitatrichtlijn. Die habitatrichtlijn en Natura 2000-richtlijn zijn maar nadien gekomen. Ja. Daar is natuurlijk in de vorige legislatuur, ook door u, een van de voorvechters, moord en brand geschreven over van alle kanten. Daar is bijna een hele regering over gestruikeld. Mm-hmm. Wat mij opviel was dat u nu zei, ik ben blij dat omgeving en landbouw nu in één of in twee handen zitten, bij dezelfde persoon tenminste. Ja. En dat men dan, zoals ervoor, Demir en Broens geen ruzie meer konden maken. Ik ben daar altijd voorstander van geweest, omdat in persoon te bundelen, omgeving en landbouw. Want je ziet de afgelopen jaren inderdaad, Demir, Broens, die hebben 3 jaar aan een stuk ruzie gemaakt, met als resultaat dat de boeren eigenlijk nergens staan. Ja. En nu met Broens, die toch CD&V'er is, die toch ook wel een beetje de kant van de boeren zou moeten kiezen. Ik zeg daarmee niet dat er geen overeenkomst moet zijn met natuur en zo. Ik ben ook voor de natuur. Maar dat het gemakkelijker is om iets te maken, een nieuw decreet te maken, als ene persoon in de plaats van... Twee karakters, natuurlijk ook het karakter van de ministers. Maar goed, ze zit nog altijd in de Vlaamse regering. Ja, ze kan desnoods ook haar voet tussen de deur steken. Maar het lijkt wel alsof u meer vertrouwen heeft nu in minister Broens dan op landbouw. Als minister van landbouw of voor landbouw, inderdaad. Ja. Okay. Het is duidelijk gebleken in de afgelopen legislatuur dat minister De Meer geen enkele voeling had met de landbouwsector. Ja, en aan zijn score in Limburg bijvoorbeeld te zien, toch ook een grote landbouwprovincie. Ja, hij is daar wel voor beloond, denk ik. Ja, beloond. De vraag is natuurlijk wat zijn beleid zal zijn in de komende jaren. Dat is nog even
afwachten. Vandaar dat ik eigenlijk vandaag al een voorzet wilde geven om te zeggen van, wij volgen het verder op. Over ruzies gesproken, we dalen even af naar de gemeenteraadsverkiezingen dan. Isegem, u kunt dat goed, want u heeft mee in het oog moeten houden als, denk ik, voorzitter Vlaams Belang West-Vlaanderen, maar ook als ex-burger van Isegem. Dus u kent het dubbel zo goed als een ander, denk ik. Niet alleen als ex-burger, maar ik heb daar ook 12 jaar in de gemeenteraad gezeten. Mm-hmm. Dus ik ken Isegem vrij goed. Dus eigenlijk had u er beter blijven zitten, denk ik. Ze hebben mij die vraag gesteld ook op de 7e dag. En ik zei, als we alles wisten op voorhand. Dat is waar. Maar inderdaad, ik ben daar nog heel mee behaald met Isegem. Ik zit er trouwens nog in het afdelingsbestuur, omdat ik die connectie wil behouden. Nu is het daar voorlopig voor ons windstil. Ja. Dus we zien wat de uitkomst is. Maar het is natuurlijk wel een jammerlijk geval geweest dat die coalitie die er gemaakt was tussen die lokale stadspartij en het Vlaams Belang, eigenlijk plotseling dan werd afgezegd. Ik vind het een vreemde situatie, waardoor we nu eigenlijk in een situatie zitten waar het uiteindelijk, denk ik, zal eindigen op een onvoorspelbare stemming op de gemeenteraad zelf. Want het moet natuurlijk bijzonder pijnlijk zijn, want een paar banken verder zit dan Bert Maartens, de vorige burgemeester van Isegem. Ja. Enfin, nu nog natuurlijk, die dan weer een andere coalitie probeert te maken. Natuurlijk. Het ligt natuurlijk de politiek en is natuurlijk in de fief van bourgeois, nota bene. Ja, absoluut. Maar het is wel zo dat ik veronderstel toch dat er een evaluatie zal komen van dat ganse systeem van initiatiefrechten en zo. Het blijkt nu dat er daar van alles en nog wat leidt tot chaotische toestanden. En in Isegem is dat nu duidelijk het geval. Tot en met ook het ondertekenen van voordrachtsakten. Voordrachtsakten die getekend zijn. Maar dat is allemaal onduidelijk wat dat er juridisch is. Dus er komt daar ongetwijfeld nog een staartje aan. Maar zelfs ook voor... En daar ben ik akkoord bijvoorbeeld met N-VA of anderen ook die zeggen dat in grotere steden zoals in Antwerpen en in Gent 14 dagen om een coalitie te sluiten, dat eigenlijk krap te kort was. Behalve in Brugge, want daar was het dan wel waar u nu woont, vlug geklonken. Maar zou dat juridisch nog gevolgen kunnen hebben? Want die voordrachtakte, wie zijn handtekening op papier zet, dat is wel een contract dat je hebt ondertekend. Ja, plus normaal, volgens dat ik zelf begrepen heb, kun je geen twee keer een akte tekenen. Dus de mensen van die effectief die voordrachtakte... Die stadslijst is die stadslijst, hebben getekend, kunnen geen andere... die mogen dan wel, dacht ik, in de gemeenteraad blijven zitten, maar die mogen geen enkel mandaat opnemen. Dus ze hebben zichzelf gestraft. Wat ik vrees en wat ik denk, is dat Bert Maartens, de burgemeester dus, aan het proberen is om mensen los te weken. Ah, om met andere partijen een coalitie te maken. Okay. Maar hij heeft ook niet veel geen tijd meer. Ik denk dat... volgende week dinsdag of zo, de termijn verloopt. Ja, en dat het dan eigenlijk al het Vlaams Belang, het initiatiefrecht is. Dan gaan we nog zien wat er gaat gebeuren natuurlijk. In de gemeente van de Bezems. De Bezems keren daar goed, denk ik dan. Ja, Bezems en schoenen. Ik neem aan dat u vannacht vanmorgen als een gelukkig man bent wakker geworden of opgestaan. Want Trump wint op een, mogen we wel zeggen... verpletterende manier. Ja, ik denk dat niemand dat verwacht heeft. Ik volg eigenlijk al sinds jongs af buitenlandse politiek. En in het bijzonder de Amerikaanse politiek altijd van nabij gevolgd. Was altijd een beetje behoorde tot mijn interessesfeer. Het zal u natuurlijk niet verbazen dat ik bijna quasi, ik denk, altijd de kant van de Republikeinen heb gekozen. En zeker nu van Donald Trump, omdat iedereen verwacht had dat het heel close, nipt zou zijn. Heel nipt zou zijn tot vanmorgen of tot vannacht. Wist niemand welke kant het uitging, maar ik denk werd het dan vlug duidelijk dat Trump grandioos gewonnen had. Mogen we u een Trump-fan noemen? Eigenlijk wel, ja. Heb je geen MAGA-petje of zo? Ik heb daar wel. Er zijn zelfs foto's van. Ik heb een vlag. Ik heb een, moest ik in Amerika wonen, zou ik een echte Trump van. Maar ik denk het omgekeerde. Trump hier rechts staan in Vlaanderen, ik denk dat zou toch geen succes hebben? Ik denk het ook niet. Maar ik denk dat wij... Ik zeg altijd aan ieder Amerikaan, is er een hoek af. Mm-hmm. Toch. Maar en het is duidelijk dat Trump soms wel een keer overdrijft. Ja, en zo. Er zijn toch wel een paar. Maar dat is af, de Amerikaanse ook, politiek. Ik heb in het verleden nog andere presidentskandidaten ook gezien. Alleen al die gevechten tussen kandidaten van dezelfde partij om de nominatie binnen te slepen, vind ik al ook daar... verwijten ze elkaar van alles en nog wat. Ze zitten wel in dezelfde partij.
Maar natuurlijk, wij op Europeanen zijn een ander systeem gewoon, zijn dat allemaal niet gewoon. Alhoewel de toon ook bij ons wel wat verhard is. Ja, dat is waar. Maar daar wordt het wel heel persoonlijk gespeeld. Want hier zegt men vaak, het gaat er hier hard aan toe. Ja, maar als je dat met kinderen vergelijkt, dat... Dat is wel waar. Maar dat is typisch Amerikaans, denk ik. Oké, typisch Amerikaans. We zullen het hier maar typisch Vlaams houden. In ieder geval, bedankt voor het gesprek. Tot de volgende keer.